Goedemiddag Pascal, jij was hier aanwezig in het Cryo Sauna Center voor een workshop te geven aan onze finalisten van Mrs. Glamour. Vertel eens, welke workshop was dit? Ik heb vandaag een workshop gegeven omtrent Feel Good Foods. En ik heb hier geprobeerd om zo goed mogelijk uit te leggen hoe belangrijk het is om een gezonde relatie te hebben met jezelf en met voeding. En daar hebben we allerlei oefeningen rond gedaan. En ik hoop dat de dames hier echt wel iets van opgestoken hebben. En dat ze mijn allerbelangrijkste doel was vandaag, wat ik ook verteld in het begin, is van de meisjes weer zo stapelverliefd te maken om de belangrijkste persoon die ze zijn, namelijk zichzelf. Wel, stapelverliefd waren ze alvast op de lunch die je geserveerd had. Dat had ook een speciaal ingrediënt, namelijk jouw broodje. Vertel eens, wat zit er in dat broodje? Ja, ik heb zelf een broodje ontwikkeld, dat puur prana, dat koolhydraatarm, glutenvrij, lactosevrij, gistvrij is. Dus eigenlijk een één voor bijna alle allergenen oplossing. En dat is eigenlijk een broodje op basis van vezels. Dat is eigenlijk een vezelbroodje. En een mix met zaden en pitten. En dat is eigenlijk een broodje dat eigenlijk iedereen kan eten. Dat past eigenlijk in iedere manier, ieder dieet. Het kleine broodje woogt toch een 60 gram, dus dat is toch al redelijk veel. Ja. Zie je zelf dat verkopen in de supermarkt of is dat meer iets voor de bakker? Of hoe zie je dat zelf? Ik doe het broodje nu voornamelijk inzetten in de horeca. Daar ben ik eigenlijk nu mee gestart. Maar doordat de mensen het in de horeca leren kennen, krijg je natuurlijk veel meer vraag van waar kunnen wij het broodje ook eten voor thuis. Dus mijn volgende fase is om het in de retail te krijgen en mijn inziens vind ik een ideaal product om het bij de warme bakker in te zetten, omdat het eigenlijk een meerwaarde is voor een warme bakker. En ik vind het is een ambachtelijk product, het wordt met de hand gemaakt. En het is eigenlijk, vind ik wel, het plaatje klopt wel als je kunt zeggen van het wordt bij een ambachtelijke bakker ook verkocht. Dus het is ook een meerwaarde voor een bakker. En in elk dorp heb je wel een bakker, dus dan zou ik ook enorm veel verdeelpunten kunnen hebben. Het was in ieder geval super lekker. Ik wens jullie heel veel succes en vooral een gezonde geest en een gezond lichaam. Ja, dankjewel voor jullie ook. En nog heel veel succes voor de dames. Dankjewel.